Ik ben Matterhorn. Ik heb van jou een mooi bosje bloemen. Op naar de stad van de liefde. Ik hou heel veel van je. Ja, knuffeltje. Een tijdje geleden vroegen wij een paar oudere mensen wat ze nou nog echte wensen hadden in de winter van hun leven. Toen kwam er één wens naar voren die zelfs onze vrijgezelle liefdeshartjes sneller deed kloppen. Riek is 75 jaar en wil heel graag nog een keer zoenen bovenop de Eiffeltoren met, jawel, haar buurman. Ja, dat is toch lief. En wij zouden onze naam geen eer aan doen als wij deze liefdevolle bucketlist niet in vervulling zouden brengen. Kijk aan, daar zit ze. Dag Riek, ik ga even door de knieën hoor. Joep. Oh, hij heeft zo koude handen. Oh. En ik ben Thijs. Vind je dit lekker Riek? Zo, twee armen. Oh, ik ben wakker hoor. Hey, wij hadden begrepen dat je heel graag naar Parijs ging, klopt dat? Ja, ja. Oh, ja. En met wie wil je daarheen dan? Met André toch? Ja, ja. Wie is André? André Gevers. André Gevers, ja. De buurman. Riek is weduwe en lijdt sinds een tijdje aan de ziekte van Alzheimer. Wat ervoor zorgt dat ze steeds vaker dingen vergeet. Er is echter één iemand aan wie ze elk moment van de dag denkt. En dat is haar buurman en stiekem jeugdliefde André. Ik heb Riek leren kennen doordat wij naar de school liepen. Over een paadje, op de klompjes nog. En wij moesten bijna 2 kilometer lopen. En dan kwamen we bij Riek langs. Riek is hier pakweg, denk 20, 25 jaar terug hier komen wonen. En mijn vrouw die nodigde ze uit op de verjaardag en zo. Dus Riek kwam met regelmaat hier een keer binnen, totdat haar man ziek werd. Ik kwam alleen zitten. En Riek kwam ook alleen. En dan kwam ze bij mij een bakje koffie drinken 's morgens. Bijna elke dag in het begin. Ja. En dan in de zomerdag, dan kwam ze heel vaak hier naartoe gelopen. En dan was ik of niet thuis en dan ging ze hier achter op de bank liggen. En dan ging ze hier lekker liggen slapen. Totdat ik weer thuis was. Ja, we hadden een klik. Ik kijk vaak door het keukenraam naar buiten en dan zie ik of dat er iemand van de zorg is of de taxi die komt of weet ik wat. En dan ga ik, sprint ik even naar buiten als het nodig is en dan help ik ze gewoon even. Ik verzorg haar, ik help haar. En dat vind ik ook leuk om te doen. Ik vind ze sowieso nog aardig eruit zien, hè? Van alle kanten. Ja, moet ik zeggen, lichamelijk en ja, het is jammer dat ze dit heeft gekregen. Zo. Ja, en jouw wens gaat in vervulling. Ja. Jij mag André straks gaan kussen op de Eiffeltoren. Oeh, dat zal wat worden. Want kijk eens wie daar is. Ja. Kijk eens. Riek. Oh. Ik heb van jou een mooi bosje bloemen bij. Oh. Ik maak even plaats. Kom maar bij André. Kom maar lekker bij zitten. Oh. We gaan mooi samen naar Parijs, heb ik gehoord. Heel mooi. Oh, wat een lekker schatje. Ja, hè? Ik ben jaloers. Ik ben jaloers. Ja, ik ben jaloers. Stel, nou, inpakken hem maar. Dan gaan we. Riek is dus helemaal verliefd geworden op André. En wil niets liever dan hem een dikke smakkert geven onder de Eiffeltoren. Nou, dat kan geregeld worden. Op naar de stad van de liefde! Opa, mijn oude opa. Niemand zo aardig voor mij. In Parijs aangekomen, hebben we onze tortelduifjes onder het genot van een glaasje champoepel wat quality time gegeven. Zodat wij, Romantiske en Joep d'Amour, de hotelkamer nog even onder handen konden nemen. Laat jou gewoon opgaan. Oh. Even kijken. Oh jee. Jongen, jongen. Hoe mooi. Zo, ja. Wij denken dat er één dingetje mist. Een glaasje champagne. Ja. Jongens, yeah. Jullie? Hey. Ja, Roos. Hey, maar Riek, had jij al lang een oogje op André? Zeker! Lang, volgens mij. Ze nooit vaker komen zoals ze wil. Ik hou heel veel van jou. Ja. Hé, hey, en toen ik klein was, toen ik zat iedere keer naar jou te kijken. En ik denk, maar was dat dan een mooie jongen? Ik denk, God, die zou ik wel willen. Maar ik heb hem nooit gehad. En nou heb ik hem. Riek, vind jij het goed als wij Joep en ik ook bij komen liggen straks? Met André. Oh, hartstikke mooi. Je t'aime au passé, je t'aime au présent, je t'aime au futur, je t'aime à tous les temps. Lekker warm, hè?
En na genoten te hebben van de Franse cuisine, was het tijd voor het grote moment. De kus bij de Tour d'Eiffel. Riek, André, ja. Dit is jullie moment. Ja, jullie hadden één grote wens. Ik weet helemaal niet wat jullie zeggen. Jawel. Jullie wilden elkaar kussen op de Eiffeltoren, weet je nog? In Parijs. Ja. Oh, kussen. Kussen, ja, dat doen wij. Kijk daar, daar is hij. De Eiffeltoren. Daar is de Eiffeltoren. Hier is André. Kom hier. Kom hier. Zo. Dat knuffeltje. Oh, ja, nog één. Ja. Groepsknuffel. Is je wens nou in vervulling? Ik vind het zo mooi. Ik heb zo genoten. Die vrouw, is die al naar huis? Och, heer. Leuk. Die ligt al in bed. Kijk eens in, de Eiffeltoren. Ja. De Eiffeltoren. Oh, mama. Waar staat die ergens? In Parijs. In Parijs. Oh ja, in Parijs. Ja. Zitten we nou in Parijs? Wij zijn nu en in nou, Parijs. En nou zien we hem op zijn mooiste Riek. Ja. Maanden geleden over gehad. Ja, dat weet jouw wel. Grote wens was om naar Parijs te gaan samen met André. De ja. stad van de romantiek. En nou ja. staan we hier. Ik zal er altijd aan blijven denken. Ja. Helaas weten we dat haar laatste eigen woorden niet opgaan voor Riek. Wat we wel zeker weten, is dat ze met volle teugen heeft genoten van het weekendje Parijs. En bovenal van André. Dat knuffeltje. Oh, ja, nog één. Nou, en de vrouw is gevonden en ze heet Francine. Hey Francine, ik had wel verwacht dat ze zou vergeten waar ze zou zijn. Maar niet zo snel. Dat vond ik heel heftig. Ja, dat snap ik. Snap ik helemaal. Ja, Riek heeft de ziekte van Alzheimer. Dus haar hoofd is eigenlijk één grote mist. En dat is een hele mooie metafoor met de Eiffeltoren waar we nou achter staan. Ook de Eiffeltoren staat in de mist. En haar hersenen zijn dus in feite beschadigd, waardoor zij informatie niet meer op kan slaan. En ja, dat zag je gisteren heel goed. Ze had één heel groot geluksmoment, maar ze was het ook even snel weer kwijt. Maar het gevoel blijft hangen. Want daarom zijn we hier, want jij bent van de stichting Vrienden van het Geluksmoment. Ja. Daarom hebben wij, Thijs en ik, hebben jou geholpen vandaag om Riek een mooi geluksmoment te bezorgen. Ja, 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 ja. Onze stichting is nog helemaal nieuw. En dit is de aftrap van onze stichting. En ik ben heel blij dat de Bucket Boys ons willen helpen. Want jullie hebben echt een fantastische groot geluksmoment bezorgd. En daar ging het om. Nou, waarom is zo'n geluksmomentje zo belangrijk? Nou ja, mensen met dementie vergeten heel veel. Maar het gevoel gaat erop vooruit. En dat vergeten wij mensen wel eens. En het is dus belangrijk voor mensen met dementie dat ze een goed gevoel hebben. En dat creëer je door een geluksmoment. En het gevoel blijft hangen. De herinnering is weg, maar het gevoel blijft. Ja, want Riek die is op dit moment wel een beetje alle emoties aan het verwerken. Ja. Dus een klein beetje in de war. Ja. Maar we hebben haar wel gisteren in ieder geval een hele mooie dag bezorgd. En dat gevoel dat blijft hangen. Precies. Leven het moment, zeggen mensen wel eens. Ja, 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 dat wordt wel eens vergeten. Hè? Wij zeggen allemaal, we moeten in het nu leven. En we kunnen dus een heel groot voorbeeld nemen aan mensen met dementie. Want die kunnen niet anders. Hey, weet je wat een heel groot voordeel is? Dat we Riek gewoon volgend weekend weer mee kunnen nemen, weer kunnen laten kussen onder de Eiffeltoren. En ze heeft net zoveel geluk als nu. Ja. Toch? Ja, ja, zeker. Ja. Francine, zullen we afsluiten om jou ook een groot geluksmoment te geven? Oh, en wat gaat dat zijn?